naam is Erika Kennedy. Ik ben producent van het project Liefstiltes. Het is een project wat plaatsvindt in Oost. En ik ben in contact gekomen met Iona Hogendorn, de fotograaf. In de, nou ja, het is haar, eigenlijk haar idee, haar droom. Zij wilde deze project realiseren. Ik heb haar ontmoet in maart en ik ben toen in het project gestapt. En ik vond haar, de reden waarom ze het project deed, heel erg inspirerend. Namelijk in het klimaat van nu, waar heel veel regels en angst is in de samenleving voor verandering, mensen of dingen die anders zijn, wilde ze eigenlijk een soort van andere draai, een andere kant laten zien van ons leven, van ons samenleven. Dat we eigenlijk wel allemaal één zijn, dat we allemaal mensen zijn. Dat we allemaal hier zijn in Amsterdam. En hier specifiek in Amsterdam. Oost. En ze wilde eigenlijk een soort van positief impuls geven aan Amsterdam-Oost. En dat vond ik echt heel erg inspirerend. Daar kon ik me echt heel erg aan vinden. Ik vond het ook wel een uitdagend project om te doen. Zij is er al 2 jaar mee bezig. En, ik heb haar geholpen om af te ronden eigenlijk. Dus daarom ben ik hier. Ja. En ja, we hebben nu 2 foto's opgehangen. We gaan er nog 3 plaatsen. Dus dat is nog spannend. En waar eigenlijk? Waar de foto's nog geplaatst gaan worden is nog niet bekend. Dat is een verrassing. Dus eigenlijk moet iedereen heel goed opletten. Eigenlijk, als je in Oost bent, kijk om je heen. Misschien ontdek je de volgende foto. En je kan ook alle verhalen teruglezen op de website. Volgens mij is echt een mooi project. Eigenlijk Amsterdam-Oost te binden. En niet alleen Amsterdam-Oost, maar ook van de hele stad eigenlijk. Dankjewel.